Leuk dat je een kijkje komt nemen op mijn kanaal. Ik ga vandaag 5 leuke surprise ideeën laten zien die je kan knutselen voor school. Nou, ik begin bij mijn eenhoorn. Dit is een surprise die je kan maken voor kinderen die van schattige dingen houden. Wil je een schattige surprise maken? Als je dan hele mooie ogen maakt met glansjes erin. De glansjes erin maken het al gelijk schattiger. En als je een lach maakt met een wangetje, maakt het ook altijd wel schattiger. Op zich is deze surprise best wel makkelijk om te maken. Je hebt daarvoor 2 dozen nodig. Zeg maar zo groot als jouw surprise, als jouw cadeautje is. Dozen kun je ook vaak bij de supermarkt vinden. Als je zelf geen dozen hebt, dan kun je gewoon om dozen daar vragen. Daar hebben ze vaak wel liggen. En ik heb het met gekleurd papier gemaakt. Maar je kan het veel makkelijker knutselen met inpakpapier. In de winkel kun je vaak goedkoop inpakpapier vinden in hele mooie kleurtjes. En dan, als je surprise klaar is, heb je ook nog eens inpakpapier voor jezelf. Daarmee is het veel makkelijker. Wil je weten hoe je dit maakt? Ik zal hieronder bij de beschrijving een linkje plaatsen naar deze DIY. De voetbalsurprise. Je kan dus pimaché lijm helemaal heel makkelijk zelf maken met behangplakselpoeder. Ik heb daar ook een video van waarin ik dat aan jou laat zien. Het is echt heel makkelijk om te doen. Hieronder bij de beschrijving vind je een link naar de video waarin ik het laat zien en de video waarin ik jou deze voetbalsurprise laat zien. Let wel op, je moet op tijd beginnen als je dit wil maken. Sowieso, want behangplakselpoeder is, merkte ik verleden jaar, snel uitverkocht eind november, begin december. Iedereen gaat aan de slag met surprises, met papier-mâché. En het moet goed drogen. Dus je moet eerst 2 helften maken, goed laten drogen voordat je het aan elkaar vast kan maken en kan verven. En wat wel lastig is aan deze surprise, het patroon van de voetbal is lastig om te tekenen. Een pokebal voor de Pokémon-spelers van jullie klas. Van een piepschuimbal, dat kun je kopen in een hobbywinkel. Piepo's is een voorbeeld van een hobbywinkel, maar misschien heb je wel wat in de buurt. En je hebt dan nodig verf. Hier zie je de benodigdheden. En ik gebruikte hier in mijn video duct tape. Maar je kan ook gewoon papier gebruiken in plaats van duct tape. Dat maakt het gewoon wat makkelijker. En dat plak je dan gewoon op je bal. Laatst heb ik een lieve heersbeest gemaakt voor mijn bingo surprise spel. Het is heel makkelijk om te maken en het ziet er al heel gauw heel schattig uit. Kijk dus ook weer naar de glansjes in de ogen. Je kan het zo groot en zo klein maken als je zelf nodig hebt. En aan de onderkant maak je dus de plekken waar je dus de cadeautjes uit kan halen. Kan 1 grote plek zijn om 1 cadeau uit te halen. Doe je ook wat pepernootjes en wat snoepjes, dan kan je meerdere plekjes maken. Heb je niet zoveel tijd, dan is dit een surprise die je op zich best wel snel zou kunnen maken. En je ziet hier een lijstje met benodigdheden. Een minion van ballon. Ook hier, je hebt dus papier-mâché lijm wat je zelf makkelijk kan maken met behangplakselpoeder. Hier ook weer begin op tijd, want sowieso heeft het tijd nodig om te drogen. En zorg ervoor dat je op tijd bent om behangplakselpoeder te kopen dat het niet is uitverkocht. Het is op zich best wel simpel om te maken dit. En in plaats van een minion kun je een heleboel andere ideetjes zelf bedenken. Bijvoorbeeld in Fortnite zag ik een figuur en die heeft een pompoenhoofd. Nou, op dezelfde wijze kun je dus een pompoenhoofd maken. Je kan hier dus van alles erbij bedenken. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Dat ik je 5 leuke ideetjes heb weten te geven. Ik wens jullie veel succes met jullie surprises. Heb je besloten een van deze surprises te maken? Laat het me dan weten hieronder in een reactie. Ik ben wel benieuwd of dit ook echt na wordt gemaakt. Tot de volgende keer. Doepa doe!